Wat? Yo mensen, wat doen we gamen? Pak even mijn cap erbij, anders kan het natuurlijk niet. Yo mensen, wat doen we gamen? It's me, Joppio. Nee, grapje. Yo mensen, wat doen we gamen? Leuk dat jullie kijken naar deze vlogvideo. Hoppakee, even straight to the point kom ik. Ik ben net klaar met het opnemen voor een nieuwe video voor mijn Engelse kanaal, English Dutch. Maar vandaar is mijn kamer echt een teringzooi. Hier staat een energy blikje. Daar ligt een bak met licht. Daar zit mijn bouwlamp. En ik heb dus een video opgenomen. En ik denk van, ik neem gewoon even een vlog op intussen dat ik aan het opnemen ben voor die video voor mijn Engels kanaal. Dat is namelijk een video die gaat over een jongen die begint een energy drink. En dat heet Waker's Energy Drink. En wanneer je die energy drink drinkt, dan zullen je spieren 24/7 100% actief zijn. En zul je niet meer in staat zijn om te slapen. Voor die video had ik best wel veel nodig. Ik had bijvoorbeeld dit nodig. Dat is nepbloed. Dat was een beetje om de interview scène te doen. Uiteindelijk werd Peter, degene die dus al heel erg lang Waker's gebruikte, die de verslaafde was, die werd geïnterviewd. En daarvoor had ik een beetje bloed nodig. En zelfs dit. En dat is dus gewoon fucking mascara om mijn ogen blauw mee te maken. En ik wist echt, ik kreeg het doosje maar niet open. Uiteindelijk heb ik hem maar gewoon opengebroken. In ieder geval, ik denk van, ik maak even een kleine vlogvideo om jullie te vertellen dat de video heel erg leuk gaat worden. En ik vond het wel gewoon leuk om even een extra video voor jullie te maken. Want ik weet dat jullie het leuk vinden als er gewoon eens even een lekkere vlogvideootje tussen komt. Ik ga eerst even deze bouwlamp even iets naar achter zetten. Want het schijnt recht in mijn gezicht. Dit is ook niet bepaald lekker. Laat ik die gordijn even opengooien. Het is ook al donker buiten. Jeetje mine, wat is het vroeg donker. Kijk, daar hebben we Hessie, mijn kat. Die zit daar even, probeert binnen te komen. Zul ik eens het raam open doen? Mijn moeder vindt eigenlijk niet goed dat hij binnenkomt. Dat is niet eens onze kat, maar lang verhaal. Ga ik nog een keer over praten. Hessie, hey, wil je binnenkomen? Kom eens. Kom maar. Zie hem dan. Hey, kijk. Kijk eens, Hessie. Hessie, kijk eens in de camera. Kijk eens, Hessie. Kijk dan. Hey, snol. Nee, grapje. Hey, kijk eens. Kijk. Ja, vind je mooi, hè? Vind je mooi? Ja, dat vind je leuk. Wat ga je doen? Hey, waar gaat dat heen? Nee, je weet dat dat niet mag. Je mag even in mijn kamer. What the fuck hangt daar nou weer? Kijk, Hessie, mijn penis. Nee, grap, dat is een stropdas. Ik weet dus ook totaal niet hoe je een stropdas aan moet doen. Dus dat zullen jullie ook wel terugzien in de video. Maar in ieder geval, ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor het toffe jaar dat ik heb gehad in 2013. Ik weet dat dit er niet heel erg serieus uitziet, maar ik meen het wel. Van hier, waar mijn hart zit. Of zit hij hier? Wacht even. Ja, hij zit toch echt hier. Dus, nee, even serieus mensen. Ik wil jullie bedanken voor het toffe jaar dat ik heb gehad in 2013. En ik hoop dat jullie er in 2014 over zullen zijn om geen commentaar om te reageren. Hij zit namelijk op mijn stoel daar. Ik weet ook niet waarom hij dat doet. Om weer te reageren op mijn video's, te liken en te delen. En dan probeer ik voor jullie dagelijks leuke content te maken voor Doe Maar Gamen. En zowel voor in English What Dutchman. De link van mijn Engels kanaal staat bovenaan in de beschrijving. Hey, Hessie. Hessie. Kijk, zit de camera? Kijk eens. Kijk eens. Hey. Vind je het mooi? Zal ik even het licht aan doen? Kijk eens, Hessie. Heb je dat gezegd tegen de kijkers van Doe Maar Gamen? Dat ze moeten abonneren of zo? Of niet? Nee, je hebt er geen zin in? Hessie. Hey, kijk eens. Hey, wat doe je met die stoel? Dit is Hessie. Hij heeft een relatie met een stoel omdat hij geen andere kattenvriendjes kan maken. Hoe heet je stoel? Nee, het is uit. Ga je nu. Wat een greenscreen. Kijk uit, als je daar een gat in maakt, hè, dan maak ik een gat in jou. Nee, oké, dat ook weer niet. Nee, dat was geen bedreiging. Rustig. Nee, kom maar. Nee, dan niet. Oké. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlogvideo leuk vonden. Is dat nou het geval, vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik nu even die snor af doen en even douchen. Want ik heb nog een beetje nepbloed overal zitten. Zullen jullie niet zien, maar dat zit er wel. En dat voelt echt heel erg raar. Want het is wel een grappig feit, want ik heb dat nepbloed al gewoon 2 jaar in mijn kast liggen. En dat is al lang over de datum. Het is ook heel erg dik en zo. Dus ik moet snel weer eens een keer nieuwe gaan halen. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het toffe jaar dat ik heb gehad. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later.